Ik heb altijd aangegeven dat het een kwestie is van overtuigen. Als het hof tot het oordeel is gekomen dat mijn cliënt veroordeeld moet worden, dan is mijn eerste conclusie dat we het hof niet hebben kunnen overtuigen. En dan moeten we terug gaan naar de drawing board om te kijken hoe het komt of waar het aan gelegen heeft dat die overtuiging niet is overgekomen. Dus dat is mijn eerste reactie. Wat is je hoger beroep? Nee, ik kan alleen in verzet gaan. Dus dan pas kan ik hoger beroep. Het is een verstekzaak, hè? Het is een verstekzaak. Dus ik kan eerst in verzet gaan. En voor mij, althans, ik moet dat nog even doorcommuniceren. Ik kan me niet terugvinden in de uitspraak, maar het besluit om verzet aan te tekenen, dat ligt totaal aan mijn cliënt. Er was één grond waarop hij vrijgesproken. Wat was dat? Nee, dat is voor het overige dat niet bewezen is, wordt hij dus vrijgesproken. Maar eigenlijk zijn alle gronden bewezen? Ja, dus het hof heeft aangegeven dat het ten laste legging zoals dat geredigeerd is uit 1, 2, 3, 4, 4, 8, 5 en 6. Het hof daarover de mening is gedaan dat het bewezen is. En op grond daarvan is dus is het hof tot een veroordeling gekomen. Kunt u misschien een samenvatting van de ten laste legging en hetgeen dat de rechter net heeft aangehaald? Bijvoorbeeld, zij vindt wel dat er sprake is van organisatie, een criminele organisatie. Ja, dus één is de criminele organisatie, 2, 3, 4 en 5 gaat over de anticorruptiewet. En 4 en 6 gaan dus over die angstverduistering. Dus het Hof acht bewezen dat al deze zaken dus bewezen zijn geworden door het Openbaar Ministerie en dat die overeenkomstig met een veroordeling heeft uitgesproken. Maar kun je zich terugvinden in de motivering van deelname? Nee, ik heb een paar opmerkelijke dingen gehoord in die motivering, maar het is natuurlijk handig als we dus eerst op papier krijgen en dan daarover onze strategie gaan bepalen. Maar ik heb sowieso een paar opmerkelijke dingen gehoord. En een van de meest opmerkelijke zaken die ik heb moeten aanhoren in die motivering is dus dat het Hof zegt dat de centrale bank benadeeld is geworden, maar dat de staat Suriname het voordeel heeft getrokken. Maar die telastenlegging verwijt de minister van het persoonlijk voordeel en niet de staat. Dus dat is een van de eerste opmerkelijke zaken. En natuurlijk gaat dat ons nodig om een hele analyse over de uitspraak los te maken. U bent in het proces aangevangen met twee andere advocaten aan uw zij die ons zijn voorgegaan, jammer genoeg. Is het moeilijker om deze complexe zaak dan te bepleiten? Nee, het is niet moeilijker, omdat natuurlijk de inbreng van mijn twee collega's die thans nu bij ons zijn, is ongekend geweest. En het is op papier. Dus niet dat het moeilijker gaat worden, het materiaal is er. We moeten gewoon even nagaan in vergelijking met de motivering van het Hof, met ons materiaal om te kijken waarom het ons niet gelukt is om het Hof te overtuigen dat onze cliënt vrijgesproken moest worden. Het Hof heeft eigenlijk gevangenen gelast, niet meer hoefdraad en voortvluchtig zoals het niet. Hoe gaat dat moeten plaatsvinden? Dus de gevangenneming is gelast, dus nu kan je daadwerkelijk spreken over een voortvluchtige verdachte omdat de gevangenneming gelast is. Dus we gaan ook even kijken hoe we daarmee omgaan. En hoe gaat u dit overbrengen aan uw cliënt? Helder en duidelijk. Geen enkele vorm van verzoening. Wat moet u hem adviseren? Nou, dat gaan we nog eens even bespreken. Maar minister, bij verzet moet de verdachte aanwezig zijn. Dat is een van de aspecten, ja. Dus dat gaat ook sowieso besproken worden. Gaat u hem dat adviseren? Ik ga het eerst bespreken. En aan de hand van wat uit het gesprek komt, dan kunnen de adviezen volgen. Ik kan niet nu aangeven wat ik mijn cliënt ga adviseren zonder dat ik hem heb gesproken. Het gesprek gaat maken of gaat richting geven welke adviezen ik ga geven. En hoe hebben jullie je voorbereid op deze dag? Ik ben thans degene die over is gebleven van het verdedigingsteam. En ik heb me voorbereid als ze zijn dat we gaan aanhoren dat ons materiaal wel succes heeft gehad bij het Hof. Dat bleek niet, thans niet zo te zijn. Maar daarom had ik me mentaal voorbereid. Hoe staat het met de stukken van meester Lalji? Dat zei ik u. Dus de uitgangspunten en de benaderingswijze van mijn twee collega's die welend zijn, die zijn op papier. Dus die zijn ter beschikking. Dus ik bedoelde te zeggen, dus documenten waren naar de orde van advocaten? Nee, als u het heeft over de perikelen rond dossiers van Weilen Lalji. In eerste instantie bepaalt de cliënt waar zijn dossier naartoe gaat en onze cliënt bepaalt dat het dossier naar mij komt. Er is een
weet niet in hoeverre dat terrein valt met de conclusie van het Hof dat die benadeling bij de centrale bank niet plaatsgevonden, maar dat de staat het volledig voordeel heeft getrokken. Dus wat ga je onderzoeken? Maar ja, we laten even kijken wat uit de bus komt. Kijkt u zelf naar de regeringsverklaring na overname? Kijkt u zelf naar de begrotingen? Dan zult u zien dat er van traceren of niet kunnen traceren geen sprake is. Maar ik ben geen politicus. Ik zeg altijd, en dat hebben we ook in onze pleidooi aangehaald, houd politieke buiten het strafrecht. Weet u? En ik ben nog steeds de mening toegedaan dat op dit ogenblik de vervolging gelukt is om een stukje beleid strafrechtelijk te beoordelen. En daar kan ik me niet mee verenigen. Maar nogmaals, het besluit om in verzet te gaan, dat ligt volledig aan de cliënt en niet aan mij.